How are you guys doing? Hoe gaat het met jullie? They told me that this service is the most responsive one. Ze hebben gezegd dat deze dienst de meeste reactie geeft. And that you guys literally wants to learn about the word of God. Is dat jullie letterlijk veel willen leren over Gods woord. Isn't it true? Klopt dat? Not so much. Valt mee. Well, I just want to thank Pastor Erald and Pastor Mathilde to give me and my wife an opportunity to be here and share the word of God to all of you. Ik wil Pastor Erald en Mathilde bedanken voor de mogelijkheid die we hebben, mijn vrouw en ik, om hier te zijn en om met jullie het woord te mogen delen. And before I came in to this auditorium, Pastor Erald just texted me and he said that he listened through live stream. En Pastor Erald zei voordat ik binnenkwam lopen, stuurde hij mij een berichtje. En hij zei, ik luister mee met live stream. So I cannot talk anything about him. Dus ik kan niet zoveel over hem zeggen. So Erald, wherever you are, I pray for you. We miss you and I hope that you will get better soon. Dus Erald, waar je ook bent, we bidden voor je. We zegenen je en we hopen dat je zo snel mogelijk weer geneest. Amen. 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 Hey. We live in a very exciting world today. Hey, we wonen in een heel bijzondere wereld vandaag. We live in a changing world. In een veranderende wereld. And not only that, but the change is becoming faster and faster. En niet alleen dat, maar de verandering gaat steeds sneller. Whether it is in technology. Of het nou een gebied van technologie is. Financial world. Financieel. Political world. De politiek. Even. The change happening rapidly. De verandering gaat snel en steeds sneller. And all changes lead to a change of behavior. En iedere verandering leidt ook tot een gedragsverandering. And ultimately a change of lifestyle. En uiteindelijk een verandering in onze levensstijl. People's interests are now different. De interesses van mensen zijn nu anders. For instance. Bijvoorbeeld. Used to be that when we are about to eat, we pray first. Was het zo dat voordat we gingen eten, baden we eerst. But nowadays, when we are about to eat, we took picture first. Maar vandaag de dag, voordat we gaan eten, maken we eerst een foto. And we upload our food. En dan uploaden wij ons and eten. And then while we are eating, we try to figure out who is liking our picture. En terwijl wij dat eten eten, proberen we ons af te vragen wie nog meer ons eten lekker vindt. So the way people communicate is now different. De manier waarop mensen communiceren is nu anders. Now you see families sit together to eat, but the members of the family sitting like this. Nu zie je nogal dat mensen samen tegelijk aan het eten zijn, maar de mensen van een gezin zitten zo. The way people do business is now different. De manier waarop mensen hun bedrijf runnen is anders. The way people buy and selling is now different. De manier waarop mensen dingen kopen en verkopen is anders. The old ways are disappearing. En de oude manieren verdwijnen. And the new ways are coming. En de nieuwe manieren komen. I was shocked when I was here, I think about last year or 2 years ago. En ik denk dat ik hier de laatste keer dat ik was, 1 of 2 jaar geleden, was ik geschrokken. I couldn't find VND anymore. Dat ik VND niet meer kon vinden. I thought, where is VND? En ik dacht, waar is VND? I want to go to VND. Ik wil naar de VND. I grew up in VND. Ik ben opgegroeid met VND. And as I walked, strolling down the city, I couldn't find Moisson de Bonnaterie anymore. En ik kon Maison de Bonnaterie nergens meer vinden. I said, what is this? En ik dacht, wat is dit nou? And now it's an M. Nu is het H&M. So, you know, it's not only here. Dus het is niet alleen maar hier. We were in America a couple of months ago. Een paar maanden geleden waren we in de Verenigde Staten. And they said the same thing happening in America. En ze zeiden, dezelfde dingen gebeuren daar. Even I read in the news that Macy's, one of the biggest department store in America, closing down their some of their outlets. En ik las dat Macy's, een van de grootste warenhuizen in de Verenigde Staten, een heel aantal van hun winkels aan het sluiten is. Before I left for Europe trip. Voordat ik naar Europa kwam. They said that two big department stores in Indonesia about to close down. Gaan er twee van de grote warenhuizen in Indonesië gaan sluiten. And actually one is already closing down now. En eentje is nu aan het sluiten. And the other one will close down by the end of this year. En de andere die zal sluiten tegen het eind van dit jaar. So it depends on how you want to look at it. Dus het is maar net hoe je ernaar kijkt.
But if you are not changing with the change that is happening, dat is als jij niet mee verandert met de verandering die er plaatsvindt, this world gonna be difficult for you to live in. Dan wordt deze wereld steeds moeilijker om in te leven. Because this world now belongs to the bold and the creative one. Want de wereld die behoort toe aan de creatievelingen en de moedige mensen. But for me, that's literally exciting. Voor mij is dat echt letterlijk iets waar ik enthousiast van word. Because that's what faith now needed to live in this era. Want het betekent dat het geloof nodig heeft om te leven dit jaar. And that creativity is actually belong to God. En creativiteit is iets dat uiteindelijk altijd voortkomt uit God. Because God is a creator God. Want God is een scheppende God. And if you fill with His Spirit, en als je gevuld bent met zijn that geest, makes you a creative person. Dan word jij een creatief persoon. So if you know the Holy Spirit and you surrender to His leading, dus als je de Heilige Geest kent en je overgeeft aan zijn leiderschap, you will get lots of ideas, new ideas. Dan kun je heel veel nieuwe ideeën ontvangen. But at the same time, you need faith. To put it into action. Maar tegelijkertijd heb je geloof nodig om het in actie te brengen. So that's why I'm so excited, because if you live by faith and you surrender yourself to the Holy Spirit, you will take your position in this world. Dus daarom, als je jezelf, als je leeft in geloof en je overgeeft aan de Heilige Geest, dan kun je jezelf herpositioneren in deze wereld. Because if not, want als het niet gebeurt, then your option is very small. Dan zullen je mogelijkheden steeds kleiner worden. Because if you don't want to change, the other option is to die. Want als je niet wil veranderen, dan is de andere optie om te sterven. Because all these changes that is happening leave us only with two options. Want al deze veranderingen die plaatsvinden, dat laat ons uiteindelijk over met twee keuzes. Either you change or you die. Of je verandert mee, of je sterft uit. I was asked to speak at the leaders conference, and the theme that they give me is the price of change. En ik was gevraagd om te spreken op een leidersconferentie, en het onderwerp was de prijs van verandering. And I said to them, en ik zei tegen ze, I'm more afraid of the price not to change. Ik zei, ik ben banger voor de prijs die je betaalt uiteindelijk om niet te veranderen dan om wel te veranderen. Because the price of not to change is die. De veranderingen de prijs die je betaalt om niet te veranderen is uiteindelijk dat je sterft. So we live in a very exciting world. Dus we leven in een bijzondere wereld vandaag de dag. In our world, in Indonesia, now I've seen so many young people now become very successful in a very short period of time. En in Indonesië nu vandaag de dag zie je dat zoveel jonge mensen zo succesvol worden in een hele korte tijd. Because they are so creative and they have startup companies. En omdat ze zo creatief zijn, omdat ze allemaal startups hebben. And all of them are below 40 years old. En al deze mensen zijn onder de 40. And already talking about millions of dollars every time they come and see. En ze praten al elke keer weer over miljoenen dollars. So this world now belongs to the bold and the creative. Dus vandaag de dag is de wereld in de handen van de moedige en de creatieve mensen. And I want to encourage you. En ik wil jou bemoedigen. Because the Holy Spirit is now waiting for someone to literally trust him. Want de Heilige Geest is nu aan het wachten op iemand die hem letterlijk vertrouwt. Because he has lots of ideas for you. Want hij heeft zoveel ideeën voor jou. Amen. Amen. You believe that? Geloof je dat? Now that's for free. Dat was gratis. I want to talk about something else today. Ik wil over iets anders spreken vandaag. God is eternal. God is eeuwig. Meaning that God knows no time. Dat betekent dat God geen tijd kent. We are limited by time. En wij zijn gelimiteerd door de we tijd. We only have 24 hours a day. We hebben alleen maar 24 uur in een dag. Regardless who we are. Het maakt niet uit wie we zijn. We know what it means to be late. Wij weten wat het betekent om laat te zijn. We know what it means to be early. Wij weten wat het betekent om vroeg te zijn. We know what is hurry means. Wij weten wat haasten betekent. But God knows no
time. Maar God kent geen tijd. I mean, he is not limited by time. In de zin van dat hij ook niet gelimiteerd is God door tijd. God never in a hurry. Hij is nooit op gehaast. He is never too early. Hij is nooit te vroeg. He is never late. Hij is nooit laat. But this is the beautiful thing. En het mooie ervan is whenever he does something. Dat waar hij ook iets doet. To us. Voor ons. Whenever God does something. Wanneer God iets doet. To us. Voor ons. Is always beautiful in its time. Dan is het altijd mooi op zijn moment. Amen. Amen. Toch? Ja. Yeah. So now this is the question. Dus de vraag is het volgende. How can we as human being who are limited by time understand God who is not limited by time? Hoe kunnen wij als mensen die gelimiteerd zijn door tijd God begrijpen die niet gelimiteerd is door tijd? How can we understand him and how he works? Hoe kunnen wij hem begrijpen hoe hij werkt? Because he is in different realm than we. Omdat are. Hij in een heel andere dimensie is dan wij. He is not limited by time. Niet we are limited gelimiteerd by time. Door de tijd zoals wij dat wel zijn. That's why the Bible says one day in the court of the Lord is like 1,000 days. Daarom zegt de Bijbel één dag in het huis van de Heer is als 1,000 dagen. So, how can we understand him? Dus hoe kunnen we hem begrijpen? I'm glad you asked. Blij dat je het vraagt. And because in Revelation chapter 22 verse 13. Wat in Openbaring 22 vers 13. I read that the scripture is using time to explain about God. Want daar zie je dat de Bijbel tijd neemt om te kunnen uitleggen over God. The Bible uses human terms, which is time, to explain God. De Bijbel gebruikt menselijke termen, zoals tijd, om God uit te leggen. It says, I am the Alpha and the Omega. Waar het staat dat God zegt, ik ben de Alpha en de Omega. The first and the last. De eerste en de laatste. The beginning het begin and the end. En het eind. Meaning that God dus betekenend dat God can see the end from the beginning. Het eind kan zien vanaf het begin. And he also can see the beginning from the end. En hij kan ook het begin zien vanaf het eind. He can see the last from the first. Hij kan het laatste vanaf het eerste he al zien. He can see future from now. En hij kan de toekomst zien vanaf nu. And he can also see now from the future. Maar hij kan ook nu zien vanuit de toekomst. Now hold that thought for a moment. Dus hou dat vast in je denken. Go to Matthew chapter 13. En dan gaan we lezen in Matthäus 13. Verse 31 to 32. Vers 31 en 32. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Jesus explained how the kingdom of God works. Jezus legt uit hoe het koninkrijk van God werkt. Well, I have here with me a picture of a tree. En ik heb met mij meegenomen een plaatje van een boom. And not just a tree, but a tree that bears much fruit. Niet zomaar een boom, maar een boom die veel vrucht draagt. I took this picture a while back when I was traveling with my wife. En dit plaatje, deze foto nam ik een tijdje geleden op reis met mijn vrouw. I just, you know, one of those moments that you just want to take pictures. Weet je, dat is zo'n moment dat je gewoon denkt, ik maak er een foto van. Didn't know why I took it. Weet niet waarom ik die foto nam. But now I've been using these pictures a lot of time. Maar nu heb ik toch dit plaatje steeds opnieuw gebruikt. Now, let's suppose that you pray to God and ask him to have this tree in the future. Dus stel je voor dat we God vragen en bidden om deze boom te hebben in de toekomst. God, I literally want to have this tree. God, ik wil deze bomen hebben. Because I saw so many fruits. Want ik zie zoveel vruchten daarin. Isn't that nice if you have this kind of tree in your backyard? Is het niet mooi om zo'n boom te hebben in je tuin? And you don't have to go to supermarket to buy orange. En je hoeft niet meer naar de supermarkt te gaan om sinaasappels te kopen, want iedere dag heb je dat hangen in je tuin. So, if you ask God to have this in the future. Dus als je God zou vragen om dit te mogen ontvangen in de toekomst. What do you think God will do? Wat denk je dan dat God zal doen? And how the answer of your prayer will look like. En wat denk je dat het, hoe ziet het antwoord eruit van dat if gebed? You ask that in the future. Als jij dat vraagt aan God. What should happen in the beginning? Wat zou er dan nu moeten gebeuren?
No, I want you to use your imagination. Dus ik wil dat je even met me meegaat in je voorstellingsvermogen. I know that Netherlanders is good in using their imagination. Ik weet, Nederlanders zijn goed in het in hun voorstellingsvermogen. So if God wants to, if you want to have this in the future. Dus als jij wil dat, als jij God vraagt om dit in de toekomst te hebben. God will go to the future. Dan gaat God naar die toekomst toe. And then he wrap this tree and all its fruit. Dan neemt hij deze boom en al zijn vruchten. And he squeezes it. Hij pakt dat in en hij propt dat. Into a very small packet. In een heel klein pakket. And then he moves. En dan neemt hij dat from mee. From future vanuit to de toekomst now. Naar nu. And then he will give you the answer of your prayer. En dan komt hij met het antwoord op jouw gebed. And he will give you this. En dan geeft hij jou dit. He'll give you this. Hij geeft je dit. So if you want that in the future. Dus als je dat in de toekomst wilt. He is a good God. God is een goede God. He wants to give it to you. Hij wil dat aan je geven. So he wrapped whatever you want in the future. Dus hij wil wat je, hij neemt en pakt het in, wat het dan ook is waar je van vraagt. Hij propt dat. Into a very small package. In een klein pakket. And he gives you the seed. En hij geeft jou die zaad. And when he give it to you, en als hij je dat geeft, he is so very excited. Dan is hij daar zo enthousiast over. Because he knows what this could be omdat in hij, the future. Hij weet wat dit kan zijn in de toekomst. But we, maar wij, when we receive this, als wij dit ontvangen, we say, dan zeggen we, what is this? Wat is dit? What is this, Lord? Heer, wat is dit? I asked for that tree. Ik bad voor die boom. With a lot of fruits in it. Met veel vruchten erin. Now you give me only this. En nu geeft u me dit. What is this? Wat is dit? And we are not that excited en as God. Daar zijn wij niet zo enthousiast over als God is. God was very excited when he gave this to you. God was enthousiast toen hij dit aan je gaf. Because he knows what this could be. Wat dit kan zijn. In the future. In de toekomst. But you are not very excited. En jij bent daar dan wat minder enthousiast because over. Because. Omdat. We fail to understand. Wij niet altijd begrijpen. How God works. Hoe God werkt. From the beginning. Vanaf het begin. To the end. Tot het eind. That's what happened in Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Dat is wat er gebeurt in Prediker 3 vers 11. Because the Bible says he has made everything beautiful in its time. Er staat het in de Bijbel, hij heeft alles mooi gemaakt in zijn tijd. Also he has put eternity into man's heart. En ook heeft hij de eeuwigheid in de harten van mensen gelegd. Yes, so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Maar toch zo dat hij nooit zal begrijpen wat God heeft hoe God werkt van het begin tot het eind. That's our problem, isn't it? Dat is ook ons probleem, toch? Because we cannot comprehend what God has done from the beginning until the end. Dat wij niet altijd kunnen, dat wij kunnen niet begrijpen wat God heeft gedaan van het begin tot het eind. Because like everyone else, want zoals ieder ander, we don't think that out of this small packets, denken wij niet dat uit dat kleine pakketje, out of this seed, uit dit zaadje, can come up something so big, iets wat zo groot is, kan komen. But the reality is, maar de realiteit is, out of this small seed, dat uit dit kleine zaadje, if you plant it in a good soil, als je het plant in een goede grond, it will grow, dan zal het groeien, become a big tree, en een grote struik of boom kunnen worden, waar vrucht aan draagt, in the future, in de toekomst. So in life, dus in het leven, how many times, hoe vaak. Have I heard someone ask God? Heb ik God horen vragen? Crying out to God. Uitroepend naar God, hem. God, I need money. Oh God, ik heb geld nodig. Big time. Veel. God. Oh Heer. I want to have big business. Ik wil een groot bedrijf hebben. Oh God. Oh God. I want a big job. Ik wil een mooie grote baan. God, oh God. I want to have big ministry. Ik wil een grote bediening hebben. He wants to give it to you. En dan wil God jou dat geven. But he give it in a different form. Maar hij geeft het in een andere vorm. Because that's how he works. Want dat is hoe hij werkt. But we fail to understand. En wij begrijpen dan niet. And we said, en dan zeggen we, what is this? Wat is dit? Have you heard my prayer? God, heeft u mijn gebed niet gehoord? Did you listen carefully? Heeft u goed geluisterd, Heer? What is this? Wat is dit? And then we waste the seed. En dan verspillen we dat zaadje. We waste the seed. Wij verspillen dat zaadje. We don't take it seriously. Want wij nemen het niet serieus. We never be grateful for this. We zijn daar niet per se dankbaar voor. You know, the seed can be in the forms of small responsibility. En weet je, dat zaad kan liggen in de vorm van kleine verantwoordelijkheid. The seed can be in the forms of small ministry. Of in de vorm van een kleine bediening.
I remember the first time I started the ministry. Ik weet nog de eerste keer dat ik begon. My responsibility is to stacking chairs. Mijn verantwoordelijkheid was om stoelen te stapelen. I have to come way before everybody came. En ik moest vroeg voordat iedereen er was, moest and ik er al zijn. I cannot go back until everybody is gone. En ik kon ook niet weg voordat iedereen weg was. I did it every week. En iedere week weer. Every month. Iedere maand. Years. En jarenlang. I have to carry all the big speakers and all the mixers. En ik heb geshout met speakers en met geluidstafels. Put it into the storage. En dan weer in de opslag moeten terugbrengen. Take it out before everybody came. Weer eruit halen voordat iedereen er was. Small responsibility. Kleine verantwoordelijkheden. Never knew. Nooit geweten. That the Omega will be like this. Dat het Omega er dan uit zou zien als dit. That I got to travel the world. Dat ik de mogelijkheid mag hebben om de wereld rond te reizen. That I got invitation to speak in countries. Dat ik de uitnodiging ontvang om te spreken in landen. Never knew. Dat had ik nooit gedacht. That this will be my Omega. Dat dit de Omega zou zijn. Small responsibility in the Alpha. Kleine verantwoordelijkheden in het Alpha. Become big responsibility in the Omega. Worden grote verantwoordelijkheden in Omega. The Lord. En de Heer. Just, the Lord is beautiful. De Heer is rechtvaardig en mooi. But many disappointed with the little things that God gave. Maar zoveel zijn teleurgesteld in het kleine dat ons gegeven is. And that's why their breakthrough never came. En daarom komt die doorbraak ook nooit. Because they don't think that out of this small thing. Want ze denken niet dat uit het kleine ding can produce something so big. Iets groots kan voortkomen. So that's why God, Jesus, gave the parables to us. En daarom is het zo dat God ons die gelijkenis geeft. So that we have the concept of how the kingdom of God works. Zodat wij goed kunnen begrijpen hoe het concept van het koninkrijk van God werkt. The same thing happens when we face big problems. En hetzelfde gebeurt er op het moment dat wij grote problemen tegenkomen. Because we thought that the answer will be in a very big solution. Omdat wij dachten dat het antwoord zou liggen in een grote oplossing. But usually, maar normaal gesproken, the answer to a big problem ligt het antwoord op een groot probleem is small. In iets heel kleins. We are looking for a big thing. En we kijken naar een groot ding. And we overlook the smallest thing. En dan kijken we eigenlijk over die kleine dingen. That actually is the solution to our big problem. Die eigenlijk vaak het antwoord zijn op ons grote probleem. I give you an example. Ik geef je een voorbeeld. King Saul and all his army are very mighty. Koning Saul en zijn leger waren heel machtig. They always win in every war that they are into. Ze wonnen iedere strijd op dat moment waar ze in vochten. But one day they forgot all their winning records. En op een dag leek het alsof ze al hun overwinningen vergeten waren. Because right in front of them. Want recht voor hen was Goliath. Daar stond Goliath. Giant Goliath. Grote Goliath. 3 meters. 3 meter lang. Goliath. And they were so afraid. En ze waren zo bang. Intimidated. Geïntimideerd. And forgot all the records ze that they have. Al die overwinningen die ze al hadden behaald. Because. Omdat. In their team. In hun eigen team. In their army. In hun leger. They don't have a man as big as Goliath. Er was geen persoon zo groot als Goliath. Because we tend to have this mindset. En omdat wij soms niet diezelfde manier van denken hebben. To solve a big problem, we need to come up with something bigger. Wij denken dat we een groot probleem moeten oplossen met een minstens zo groot antwoord. But finally, David comes. Small David. Maar kleine David kwam op een gegeven moment aan. How do I know that? Hoe weet ik dat? Was small. Dat hij klein was. Because when Saul, King Saul, tried to give him the army costume. Omdat koning Saul zijn harnas aan hem gaf. It was way too big was for him. Was veel te groot voor David. So David was small. David was dus veel kleiner. And then he didn't use even a sword. En hij gebruikte niet eens een zwaard. He picked 5 stones. Hij pakte 5 stenen. Small stones. Kleine stenen. And he used only one. En hij gebruikte er maar 1. To kill big Goliath. Om grote Goliath te doden. So obviously Saul and all his armies didn't even think that small can beat the big. Dus duidelijk was dat zowel het hele leger als koning Saul niet hadden gedacht dat dat kleine de overwinning zou kunnen behalen. Remember the story of Jesus feed 5,000 men. En weet je het verhaal van Jezus en de 5,000 mensen? The disciple told him, "Hey, you need to
ask the people to go back home because it's already late. Maar de discipelen zeggen: "Hey, Jezus, u moet iedereen naar huis sturen. Het wordt al laat." And all the restaurant is almost closed. Alle restaurants gaan bijna dicht. But then Jesus said, "You need to feed them." Maar Jezus zegt, jullie moeten hen te eten geven. Just like everybody else. Zoals ieder ander. Just like all the Nederlanders will say. Zoals alle Nederlanders zou zeggen. How much money do we need? Hoeveel geld gaat dat dan kosten? Always about geld. Het gaat altijd over geld. How much money do we need? Hoeveel geld hebben we dan nodig? To buy this, to buy that. Om dit te kopen, om dat this, te komen, om dit te bouwen en om dat rise. Te bouwen. But Jesus said, maar Jezus zegt, you have to give them food. Jullie moeten hen eten geven. And then you know, the miracle happens through a small box. En weet je, het wonder gebeurt door een klein leuspakket. That belongs to a small kid. Dat is in handen van een klein kind. 5 loads of bread and 2 fishes. 5 stukken brood en 2 visjes. And when they give it to Jesus. En als ze dat aan Jezus geven. No, this is the beautiful thing. Dit is het mooie wat er gebeurt. Because Jesus knew. Want Jezus wist. How the kingdom of God works. Hoe Gods koninkrijk werkt. He said. Dus hij zegt. That's enough. Dat is genoeg. Give it to me. Geef maar aan mij. And then he said thanks. En hij dankt God. To the Father. Hij dankt de Vader. And then the miracle happened. En het wonder begint te gebeuren. Many times. Heel vaak. Pastor came up to me. Komen de pastors naar me toe. Ask me about the key. En ze vragen mij om de sleutel. What is the key? Wat is de sleutel? To grow big church. Om een grote kerk te doen groeien. What is the key? Wat is de sleutel? To do great ministry. Om een geweldige bediening te doen. Or the business guy came up to me. Of misschien komen regelmatig komen de zakenmensen naar me toe. Because I talk to them regularly. En ik praat regelmatig met ze. And then they said, they ask, what is the key? To have a big business. En dan vragen ze, wat is de sleutel voor een succesvol bedrijf? Or me and my wife here, we oftentimes do marriage seminar. En mijn vrouw en ik, wij geven vaak huwelijksseminars. Because we are proud of our marriage. Omdat wij trots zijn op ons huwelijk. Because we have great marriage. Want we hebben een mooi huwelijk. So they come to us and they ask, what is the key to have a successful marriage? En dan komen mensen naar ons toe en ze vragen, wat is de sleutel voor het succesvolle People huwelijk? People like to have the key. En wat is het met die sleutels? And they are waiting for me to answer them. En ze wachten dus op dat antwoord dat we ze dan geven. And then this is my answer. En dit is altijd het antwoord dat ik geef. The key to open a door is always small. De sleutel om een deur te openen is altijd klein. I don't care how big is the door. Het maakt niet uit hoe groot die deur is. The key is always small. De sleutel is altijd klein. I never seen a key as big as the door. Ik heb nog nooit een sleutel gezien die zo groot is als de deur. The key is always small. De sleutel is altijd klein. So I told them to look at the small thing. Dus ik heb gezegd, kijk naar het kleine. That can unlock the door for the success. Dat de deur kan openen. I told them to do and fix the little thing that they often overlook. En ik zei, dus ga op zoek naar die kleine dingetjes waar je vaak overheen kijkt. Because it is important. Want het is belangrijk. Excellent means paying excellent attention to little details. Oog hebt en bezig bent met de details. Let me repeat. Excellent means paying attention to little details. En excellence betekent dat je aandacht geeft aan kleine details. So if you are excellent, you don't need to promote yourself. Als je excellent bent, dan hoef je ook jezelf niet te promoten. Because other people will promote you. Want andere mensen zullen jou promoten. So that's why you need to pay attention to all the little details. En daarom is het belangrijk om aandacht te geven aan alle kleine details. Isn't it true that in marriage, oftentimes it's not the big things, but the little things that make the intimacy going. En ook in het huwelijk is het zo dat het is niet een paar hele grote dingen, maar veel van die kleine dingen die ervoor zorgen dat de intimiteit is. I do a few counseling for a couple that wants to go through divorce. En ik heb af en toe counseling gedaan met een stel dat gaat scheiden. I never heard a big reasons behind their breakup. Ik heb nooit grote redenen gehoord voor de reden dat ze uit elkaar gaan. I never heard that the wife complaining that the husband never took her to
with a first class flight around the world. Ik heb nooit de klacht gehad dat een vrouw zei ik ben niet met een eerste klas vlucht de wereld rondgevlogen. Or that the husband didn't buy her diamond. Of dat de man nooit een diamant had gekocht. Or didn't buy her a mansion. Of dat ze zeiden hij heeft nooit een mansion voor mij gekocht. It is always the smallest thing. Het zijn altijd de kleine dingen. Pastor. He forgot my birthday. Hij is mijn verjaardag vergeten. He forgot our wedding anniversary. Hij is onze bruiloftsdatum vergeten. He said that he wants to meet me in to have a dinner together. I already dressed up, but he never showed up. En hij zei dat we samen het eten gingen en ik had me helemaal aangekleed, maar hij kwam niet. And then I was waiting. En ik wachtte en wachtte. And then I called him. En dan belde ik hem. And he was with all his friends. En dan was hij met al zijn vrienden dinner. Aan het eten. I changed my hair color, cut my hair. He never noticed. En ik ging naar de kapper, dus ik heb mijn haar geverfd. Hij zag het nooit. He never holds my hand. Hij houdt mijn hand nooit vast. Never said thank you to me. Hij zei nooit dankjewel. He praised all the other women, but never really praised me. Hij praised alle andere vrouwen, maar mij nooit. Always the smallest thing. Altijd kleine dingen. Always the smallest. Altijd kleine dingen. Because if you don't do the little things right. Want als je die kleine dingen niet goed doet, it will hinder you from your success. Dan zal dat jou weerhouden van het succes. Because the key that you use to open the door is the same key that will lock the door. Want die sleutel die je nodig hebt om die deur te openen is dezelfde als om hem te sluiten. The same key. Dezelfde sleutel. That will open your door to success. Jouw deur voor succes zal openen. Is the same key. Zelfde sleutel. That will lock the door. Die je kan slijten. So you might say, oh, that's nothing. Misschien zeg je van, maar dat is niks. But that's nothing. Maar het is niets. Will hinder you from your success. Dat is dan wat jou weerhoudt van succes. Do you get this? Begrijp je dat? Do you get this? That's why be a master in paying attention to little details. Daarom moet je zo goed worden in het oog hebben voor kleine details. Never underestimate. Onderschat nooit. The smallest thing. De kleine dingen. That given to you. Die jou gegeven zijn. And the second thing that I want that I used to give answer to. Het tweede waar ik antwoord op wil geven. I would say this. Even if I give you my key, it will not open your door. Zelfs als ik jou mijn sleutel geef, zal het jouw deur nooit openen. Because every door is unique. Want iedere deur is anders. Every key is unique. Iedere sleutel is anders. Even if I give you my key. Zelfs al geef ik jou mijn sleutel. It won't open your door. Zal het jouw deur nooit openen. So don't copy. Dus kopieer 100%. Niet. Kopieer niet. But you can learn because the principle is the same. Maar je kan wel leren omdat het principe hetzelfde is. But your situation is very unique. Maar jouw situatie is uniek. Because your wife is unique. Want jouw vrouw is uniek. Your wife and my wife. Two different persons. Jouw vrouw en mijn vrouw zijn twee verschillende personen. So that's why you cannot copy 100% what I did to my wife. Daarom kun jij niet kopiëren wat ik voor mijn vrouw doe. But you can learn the principle. Maar je kunt though. Het principe wel leren. Because every key is different. Want iedere sleutel is anders. That's why Jesus says. Daarom zei Jezus. In Luke 16 verse 10. In Lucas 16 vers 10. Be faithful in the little things. Wees trouw in de kleine dingen. You will be faithful in the large one. Dan zul je ook trouw zijn in de grote dingen. But if you are dishonest in little things. Als je niet trouw bent en oneerlijk bent in you kleine dingen. You won't be honest in greater responsibility. Zul je ook niet eerlijk zijn in grote verantwoordelijkheden. So those little things in life, if you do it well, is the key to your promotion. Dus deze kleine dingen in het leven, als je dat goed doet, is de sleutel in jouw promotie. Amen. Toch? There's a guy named Charles Swindle. En er is een man die heet Charles Swindle. He said the difference between something good and something great is attention to detail. Hij zei het verschil tussen iets goeds en iets geweldigs is de aandacht voor detail. And I can add something to that statement. En ik kan daar nog iets aan toevoegen. And I will say if you are too big for a small responsibility, then you are too small for a big responsibility. Dat is dat als jij te groot bent voor een kleine verantwoordelijkheid, dan ben je te klein voor een grote verantwoordelijkheid. Another thing is this. Nog iets anders. If you look at a seed. Als je kijkt naar dat zaadje. See, I want the picture to.
En als we dat plaatje er nog even bij pakken. Remember? Weet je nog? Het zaadje. What God did. Wat God deed. He will wrap up this tree and all its fruit. Hij neemt die boom met al zijn vruchten. Squeeze it. Pakt het in en propt into het. A very small package. In een heel klein pakketje. And he call it a seed and he give it to en you. Noemt hij een zaad en dat geeft hij aan jou. So. Dus. The future of this seed. De toekomst van dit zaadje. Is not in front of it. Dat is, ligt niet voor het zaadje. The future of this seed. De toekomst van dit zaadje. Is inside. Dat ligt in het zaadje. Your future is not in front of you. Jouw toekomst ligt niet voor jou. Your future is inside. Jouw toekomst ligt in jou. Your future is not in front of you. Jouw toekomst ligt niet voor jou. Your future is inside. Maar die ligt in jou. That's why stop looking around. Daarom moet je stoppen met om je heen kijken. Don't be jealous with others. Niet jaloers worden op anderen. Look inside. Maar kijk in jou. Because God has given you. Potential. Want God heeft jou potentie gegeven. You can be great. Jij kunt geweldig zijn. Because the beautiful things about all the little things that I talk about. Omdat het mooie van al deze kleine dingen waar ik het over heb. That everybody can do it. Dat is dat het voor iedereen geldt en iedereen kan het doen. Everybody can do it. Iedereen kan het doen. You don't need to be extra smart. Je moet niet extra slim zijn. You don't need to be extra rich. Je moet niet extra rijk zijn. No. It is so small that everybody can do it. Nee, het is zo klein dat iedereen het kan doen. Because everybody can be great. Want iedereen kan geweldig zijn. But the seed need to be planted in a good ground. Maar het zaadje moet wel gezaaid worden in een goede grond. You can have the best seed in your hand. En je kunt het beste zaad in je hand hebben. But if you don't have a good soil maar als je geen goede grond into, hebt om het in te zaaien. Your seed will not turn into anything good. Dus zal jouw zaad nergens anders in veranderen. So seed is cheap. Dus zaad is goedkoop. Good soil is hard to find. Maar goede grond is moeilijk om te vinden. Good soil is expensive. Goede grond is duur. I tried to buy land here in Den Haag. Ik wilde in Den Haag wat land kopen. So expensive. Zo duur. So, but if you find a good soil. Dus als je goede grond vindt. Don't waste your seed. Verspil jouw zaad dan niet. Plant it. Maar plant het. If you find a good church like this one. Als je een goede kerk vindt zoals deze. Don't just visit. Wees niet een bezoeker. Plant yourself. Maar plant jezelf. Root it. Kijk, root het. Plant yourself. Plant jezelf. In this church. In deze kerk. And look. En kijk how your future will hoe je toekomst eruit zal zien. Because if you just put this seed. Want als je alleen dit zaadje. On this pulpit. Hier op de pulpit laat liggen. Year week in, week out. Week in, week uit. Month in, month out. Maand in, maand uit. A few years later. Een paar jaar later. It will not grow into anything. Zou die nog steeds precies hetzelfde zijn? Still the same. Precies hetzelfde. That's why don't just visit a church. Daarom is het belangrijk om niet zomaar een kerk te bezoeken. Plant yourself in a church. Plant jezelf in een kerk. Contribute in the church. Plant om te kunnen groeien. Because if you just visit, als je alleen maar bezoekt, you can visit year in year out. Jaar in en jaar uit and bezoeken. And you still the same. En nog steeds hetzelfde zijn. And you were confused. En dan word je verward. By everybody's testimony. Door iedereen's getuigenis. Because they said that they are growing omdat in spirit. Ze zeggen dat ze groeien they are in geest. Growing in faith. Groeien in geloof. They become a better person. Dat ze een beter persoon and you worden. Were, you, en you, jij denkt, you are confused. Jij denkt, jij bent verward. It doesn't happen to me dat like gebeurt that. Mij helemaal niet. Because you just visit. Want jij bent gewoon bezoeker. You never be planted. Je bent nooit geplant. A football player. Een voetbalspeler. Professional one. Een professionele voetbalspeler. Get salary millions. Hij zou misschien wel miljoenen aan salaris kunnen krijgen. The ones who play in the Premier League. En dat is een van de dingen die je hebt als je in de Premier League speelt. I find it very interesting. Ik vind het zo interessant. Because. Omdat. If their coach asks them to sit on the bench. Als de coach hen vraagt om op de bank te zitten. They don't like it. Dan vinden ze dat niet leuk. They still get the same salary. Ze krijgen nog steeds hetzelfde salaris. They don't have to run around. Ze rennen, ze hoeven niet rond te rennen achter die bal aan. They don't have to jump. Ze hoeven niet te springen. They don't have to be tackled. Ze moeten niet worden niet getackled. They just have to sit. Ze hoeven alleen te zitten. And watch their friends play. En lekker hun vrienden zien spelen. But they are so. What do you know? What? What's the word? You're so
unrest, restless. Maar ze worden zo rusteloos. They still get paid. En ze krijgen nog steeds salaris. And if their coach put them on the bench a few weeks. En als hun coach een aantal weken lang op rij. They start to think of changing club. Dan beginnen ze na te denken over andere clubs. They still get paid. Terwijl ze nog steeds salaris krijgen. No less. Niets minder. But they don't like it. Maar ze vinden het niet leuk. Because. Omdat. Listen to this. Luister goed. Happiness. Blijdschap, geluk. Is not happen by just sit. Dat gebeurt niet zomaar door te zitten en te kijken. Happiness comes. Dat geluk dat komt. When you can play the game. Wanneer jij het spelletje happiness kan spelen. Happiness comes. Dat geluk komt. When you contribute something. Wanneer jij iets kan bijdragen. Happiness comes. Geluk komt. When you are active. Wanneer jij actief bent. When you can put yourself wanneer jij into. Jezelf ergens in kan stoppen. Yes, they are sweating. Ja, ze zweten. Yes, they are so tired. Ja, ze zijn helemaal op. Yes, they have bruises everywhere ja, because of the tackle. Misschien wel gewond of hebben ze overal beurzenplekken. Yes, they are so exhausted. En ja, ze zijn helemaal kapot. But after the game is finished. Maar nadat een wedstrijd afgelopen is. So happy. Hebben ze het gevoel dat ze zo hebben bijgedragen? Happier than the one who sit on zo the bed. Gelukkiger dan diegene die op de bank zit. They don't have to sweat. Ze hoeven niet te zweten. They have no bruises. Ze hebben geen blauwe plekken. No injury. Geen verwondingen. Still get paid. Nog steeds salaris ontvangen. But this one is happier. Maar deze hier is veel blijer. Because happiness. Want dat geluk is not just. Komt being niet passive. Van kijken, ja, pastor. Being passive. Wees no. Niet van het passief. Happiness comes when you can contribute. Maar geluk komt wanneer jij kan bijdragen. If you find a good soil, als je goede grond vindt, put yourself into that. Leg jouzelf daarin. Thank you so much for listening. Dank jullie wel.